Hoi mensen. Goeiedag. Ik ga vandaag weer een boek voorlezen over de islam. Hel. Beste moslims, om de samenleving goed te organiseren zijn regels niet overbodig. Deze regels zijn bedoeld om de rust en vrede te bewaren. Wanneer je je aan deze regels houdt, word je beloond. En wanneer je de regels overtreedt, zul je een gepaste straf met afschrikkende werking krijgen. In de islam is er eenzelfde principe als we de regels van Allah CC opvolgen. Zullen we beloond worden met de hemel en als we dat niet doen, komen we in de hel. De goeie zullen zich in de hemel bevinden en de slechte in het hellevuur. Beste vrienden, de betekenis van hel, Jahannam, is diepe put. Wanneer je niet in Allah gelooft, zul je daar eeuwig verblijven. Maar als je wel gelooft in Allah en zijn regels hebt overtreden, zul je als straf moeten blijven voor je zondes. In de Koran wordt de hel vaak genoemd met verschillende termen. Nar, Jahim, Havir, Shakar, Utama. Al deze woorden.